De scholen zijn weer begonnen en dat betekent vooral veel saaie lessen. En ook heel veel saai huiswerk. Iedereen heeft soms wel even geen zin om al dat saaie huiswerk te gaan maken. Dus daar hebben wij iets op verzonnen. Smoesjes! Yeah. Dus hier genoeg smoesjes voor iedereen als je bent vergeten je huiswerk te maken. Aliens van een andere planeet hebben het gestolen, want ze wilden leren hoe het menselijk brein werkt. Ja, maar mijn hand was helemaal moe geworden van het schrijven. En toen dacht ik van ja, ik neem gewoon even lekker een beetje rust of zo. Ja, weet u, al mijn bellen waren leeg. Mijn hond heeft mijn huiswerk opgegeten. Ja, mijn kat Binky die houdt niet zo van huiswerk, dus die heeft op mijn huiswerk geplast. Mijn konijn heeft op mijn huiswerk gepoept. Ik wilde mijn huiswerk uitprinten en toen vloog mijn printer in de fik. En toen, ja, toen opeens kwam een dikke explosie. Toen ging mijn computer in de fik en ja, toen kon ik het niet meer redden. En ja, echt. Ik zat op de wc even lekker te knetteren en ja, de wc-papier was op. En op een of andere manier had ik mijn huiswerk bij me. Dus ja, ja, je weet wel. Ja, weet u, ik snap er gewoon geen moer van. Dus eigenlijk is het gewoon uw schuld. Ja, ik was de ijsbad challenge aan het doen en zoals iedereen het doet. En toen kwam ik er dus achter dat mijn huiswerk in mijn broek zat. Wat is huiswerk? De enige echte Miley Cyrus kwam gewoon mijn kamer binnen twerken. En ja, toen helemaal in paniek, toen begon ik gewoon weg te rennen. En ja, ja. Toen vergat ik mijn huiswerk gewoon. Dat zou toch ook gebeuren? Sorry dat ik mijn huiswerk niet heb gemaakt, maar ik was zo druk bezig met het verzinnen van een smoes, want ja, ik wilde mijn huiswerk niet maken, dat ik het gewoon, ja, gewoon te druk had om niet mijn huiswerk te maken. Ja, ja, weet u, ja, ik heb mijn huiswerk niet gemaakt, omdat ik dacht van ja, dan moet u zoveel huiswerk nakijken. Dat is dan van ja, dat is gewoon lief van me, toch? Hadden we huiswerk? Ik ging mijn nagels lakken en ik kon gewoon niet kiezen welke kleur ik wou. En toen dacht ik, ik gebruik mijn huiswerk om de kleur te kiezen. Weet u, ik had het gewoon zo ontzettend druk met YouTube-filmpjes maken dat ik gewoon, ja, dat ik het gewoon niet heb gemaakt. Hij vloog opeens het raam uit. Uit het niets. Ik dacht eigenlijk gewoon van YOLO! Dat dus. Ja, ja, weet u, dit zou u vast niet geloven, want dit vertelt waarschijnlijk elk kind. Maar Beyoncé, die kwam mijn kamer binnenlopen en die zag dus mijn huiswerk. En dat vond ze zo mooi om voor een nieuw nummer te schrijven. Dus toen ging ze dus naar de studio en toen was ik mijn huiswerk kwijt. Ja, ik had gewoon geen zin. Gewoon echt geen zin. Weet je nog handige smoesjes? Laat ze dan hieronder in de reacties achter. En doe een duimpje omhoog als je geen zin hebt in al dat saaie huiswerk. Heb jij een video van ons gemist? Dat kan. Dan kan jij hiernaast kijken, want hier staan de laatste video's die wij hebben gemaakt op dit kanaal. En we hebben een nieuwe kanaaltrailer. Heb je die nog niet gezien? Kijk dan even op ons YouTube pagina. Ja, hij is gemaakt door Casper. En Caspers kanaal staat ook even hier in de beschrijving. Dus als je zijn kanaal wilt zien, kan dat ook. Check die ook even. Oh. We zien jullie volgende week weer met een nieuwe video. Doei!